Hallo mensen van RGG en welkom bij weer iets nieuws apartachtig. What the fuck ben je aan het doen? Ik ben steeds met directe muisknop bezig, ik vind mij leuk. We spelen Ace of Spades, het is een online spel. Shooter. Een beetje Minecraft based zoals Brickforce. Maar er zit één groot verschil tussen. Dat je er niet voor hoeft te betalen. Of een Activision code nodig hebt. Of iets in die richting. Woe! Blijheid. Dus ja, Victor is er omdat hij alles speelt tot gratis is. Ja, en anders. Ja. Ja. Leuk. Ja. Nou, in ieder geval, ik zal het even kort uitleggen. Dat is een granaat die explodeert. Ik probeer die boom te blazen. We spelen tegen elkaar, 1 tegen 1 of zo. En voordat ik het vergeet, kun je bouwen neerhalen door blokjes onder de dingetjes weg te halen. Hartstikke mooi. Ja, het is nu even 1 tegen 1. Ik snap er geen zak van. We zullen straks ook een nieuwe server zoeken. Een nieuwe server met echte gameplay zoeken. Ik wou het zo even uitleggen omdat dat makkelijker ging. Dit is je shovel, ofwel blokken te hakken. Ofwel blokken te hakken, ofwel mensen te raken. Ah, dat was niet aardig. Oké. En dan heb je zelf, dit vind ik best wel cool eigenlijk, de mogelijkheid om in-game dingen te gaan bouwen. Dus zeg maar hier naast mijn shovel heb ik mijn blokken staan. En de rest onder zie je allemaal kleurtjes. Dus ik kies roze. Oh, ik leef nog. Kom maar, ik weet toch waar je bent. Nou, dan kunnen we daar een huisje bouwen of wat dan ook. Moet maar op. Ik vind het best wel grappig. Beetje lekker. Je hebt maar 50 blokjes. Dus ja. Je kan een geweldig huis bouwen. Of je moet de hele dood gaan, dan verder bouwen. Ja. Verder bouwen. Of een klein fortje bouwen en dan als die naar komt, dan schiet je de klootzak neer. Ja, doe me niet, dan moet ik lopen. Natuurlijk heb je ook wel je geweer. Ik heb een sniper, ik denk dat jij hem ook hebt op het moment. Niet mijn huis! Welk huis? Oh, blokken dan. Gewoon met een hoe heet dat ding? Een scope erop. En zoals jullie zien, zijn er nog twee andere wapens. Ik heb één, de sniper. En dan ik de andere kant. Ik pak wel even. No, er is hier zo'n gast. What the fuck? Wat doe jij hier? Oké, boeien. Pak wel even een andere. Jezus heet hij. Jezus. Oh, hallo, Jezus. Ik ga hem ook nemen. God is gekomen om. Zullen we foto kicken? Kom, kick hem eruit. Foto kicken, Jezus. Fout kick, yay. Ha, daar houdt het nog. Oké. Nee, normaal kan ik hem eruit foten, zeg maar. Als er genoeg mensen in de room zijn. Ik zie je! Oh, hij is weg. Oké, als je hem. Nee, hij zit nog in de game. Als je hem ziet, schiet hem maar neer. In ieder geval, terug naar de wapens. Je hebt dus een sniper, een SMG. Wacht, ik heb de andere. Ik heb de SMG nou. Oké. En een shoddy. Allemaal met scope. Hartstikke leuk. En natuurlijk de ene team tegen de ander, blauw tegen groen. Of je doet 3 om te spelen. What the fuck? Dat is de SMG. Bedankt dat je me een waardig graf geeft hier in een doosje. Ik ga Jezus doodschieten. Wow! Ik ga Jezus. In ieder geval, shit, dus het heeft wel tijd nodig om te respawnen. Ik heb niet nodig. Ik lag? Lag je ook? Een beetje. Loop vast. Ah ja, kijk. Nou zit ik in het spectators team. Zie me in het midden staan en kan ik rondvliegen bij Jezus. Normaal vliegt hij, maar nou doe ik. Ik zie jou gewoon vliegen, wat een baas van een emot. Stop je emot. Nou, Victor kan het spelletje niet spelen, dus heeft een emot geen zin. In ieder geval. Ik wel, maar emot maakt het leuker. Nee, ik kan dat echt niet. Noem. In ieder geval, dit was een beetje de uitleg. We zullen de download link in de description zetten en ja, laten we het gameplay laten zien. Dat is ook. What the fuck? What the fuck? Hallo mensen. Ja. Ok. Hartstikke ok. We zijn er weer, nu met echte gameplay. Welke team gaan we zijn? Jij bent ik ben blauw. Je bent een piraat, dat klopt zo. Want ik ben piraat. Ik ben groen. Nee, klopt. Ik ben. Ah ja, ik ben ook een piraat. Ja, ark. Dat klopt toch. Denk ik. Geweldig kill. Auw. Ik zie een gastje. Hey, eerst de kill. Oké, kill Jatter. Ja, sorry hoor. Ja, maar niet op. Hey. Als je even in de chat slash squad RGG typt,
dan zit je in dezelfde squad als ik en dan spannen we bij elkaar als we doodgaan. Ik denk dat dat wel makkelijk is. Okay. Dit is niet zo'n hele leuke map, maar het moet maar even doen. Auw. Is het ergens? Jong. Ik dacht van je in-game zou ik dat zacht zetten. Nee, dat kan niet. Je hebt geen menu of zo. Nee, dat nog. Ah ja, heel tent. Dit is het tentje waarin je als je... Ik heb een medkit, what the fuck? Hartstikke leuk. Kijk, ik heb dus mijn granaten verspild en dan ga ik in dit tentje zitten. Heb ik weer granaten? Yay. En hetzelfde voor ammunition en in je health. Als je geraakt bent. Waarmee? Ik zoek je. Victor, doe je één bot uit. Nee. Eigenwijs. Klopt. Ben je mee? Oh, what the fuck? Nee, ik schot even dood daar. Oh, jij zit gewoon even... Ah! Nee, dat was aardig. Je hebt ook killstreaks. Killstreaks. Als je 8 mensen achter elkaar doodt zonder zelf dood te gaan, krijg je een airstrike. Die je kan inzetten door... Wat een spawn! Ja, dat is mooi. Je kan inzetten door middel van F4 te kiezen of zo. Dan bombardeer dat groene ding. Pointje, plusje. Dingetje. Plusje. Nee, je moet ook F4. Je moet ook de coördinaten. De command. Van slash airstrike. C4. En dan de coördinaten, ja. Ja. Is dit capture the flag eigenlijk? Volgens mij niet. Volgens mij wel, want het staat hier in het midden van het gangpad in de tent. Ja, trouwens is het wel, ja. Reload. Zo, nu. Aan de kant, yes. 261 kills. Eén bot. Was ik helemaal niet, jongen. Nee. Ik heb pas 13. Hey, ik heb een headshot. Oh, dat was nou een keer. Spawn campen, auw, dat is pijn. Even kijken, 17 kills en je hebt... Ik heb een airstrike. Yep. Serieus? Ja man, waar doe ik die op? Ik denk dat je het best op... A4. B4. Nee, A4 is onze eigen kant. Oh nee, wacht. Nee. Nee, ik kan beter F4 denk ik. B4 moet je doen, denk ik. Nee man, ik sta zelf op de B-kant. Dan gooi ik hem over onze eigen dingen heen. Ik doe A... Oké, doe wel F. Ik doe F4. Strike F4. Ah, ik ben dood. Hoe zie je? Vicky, waar ben je? Ah! Je bent ook dood. Heb ik mijn airstrike nou gedaan? Ik denk het niet. Hey, buddy! F4. Oh, T-back. T-back op, niemand. Shit, dan moet ik weer nieuwe 8 kills maken. Dood! Russia, motherfuckers! Aanvallen! Niet bang zijn. Kan niet. Bang zijn is voor watjes. Held. Dankjewel. Eens even zien. Met shift kan je spelen. Daar ging mijn stem. Sorry. Met shift kan je spelen en met control kan je bukken. Ik weet niet, hoe lang duurt dit potje eigenlijk? Ik heb geen flow. Oh, een airstrike. Oh. Ik heb ook geen flow hoe je het kan zien ofzo. Dus ik weet nee, eigenlijk niet. 4. Oh, ik zit relatief aan. Oké, dat was een airstrike. Dat was dus een airstrike. Gewoon recht voor mijn neus of zo. Ja. Oké. Oh. Oeh, headshot. Lep. Oh, kut. Oh, reload.
waar moeten we zo'n flag dat tentje van. Oh. Sorry. Dat tentje van hem moeten we overnemen. Dat ze ook gaan doen. Volgens mij. Want ik wil niet te lang een commentaar houden, want ik denk dat de bedoeling wat duidelijk is en het veel leuk is om zelf te spelen. Hoe ver ben ik met de airstrike? Ik zie je geweer door de muur komen. Oh. 4 kills. Oh. 3 kills. Even je 1 bot laten werken. Dan. Ja, die staat aan hoor. Ik verwacht niet anders. Klaar. 1 kill. Ik denk dat ik hem heb. Zit daar een gastje los, man. 6 seconden voordat ik weer een andere airstrike kan doen. Heb je gewoon 2? Oh. Yeah! Vision F4. Raak ik? Nee. Raak om. Maar dat is toch geen F4, vage airstrike? Waarschijnlijk ben jij vage niet de airstrike, maar... Oh ja, nee, wacht, je ziet al. Nee, ik val hem van hard. Heel tentje. Go, go, go. Daar heb ik. Hoeveel ben ik eigenlijk? Oh, hoeveel zit je, ja? Ik ben scheef. Yep. Volgens mij had ik hem net of zo, of net niet. Oh, nice. Oh, ik ben lekker bezig met je. Second kill. Kills. Ah. We liggen als bros naast elkaar, kijk. Echt met mijn arm onder jouw rug ofzo. Oh, zijn we weer. Yep, yep. Oh, kom, dat denk ik een kereltje om te kunnen lopen, zit helemaal aan de rechterkant. Maar zal ik het ook eens doen, via het water? Niet zo slim, man. Okay. Hij is dood. In ieder geval, ik denk dat we hier de... Oh, fuck! Airstrike. Dat niet alleen. Oké, ik wou net te komen. Oké, ik denk dat hier deze aflevering... Denk ik, ja, ik denk dat wel aflevering. Ja, aflevering hier mag gaan stoppen. Ik hoop dat we een keer met jullie samen kunnen spelen of zo. Misschien in de week dat RGG in een week bestaat of zo. Sorry. In ieder geval, ik hoop dat jullie het wel een keer zien. Ik zie jullie later.